Ik wil niet in een saai verhaal zitten van een workshop waarin ik alleen maar kennis op me af krijg en dat we alleen maar theoretisch een heleboel over me heen krijgen. Maar ik wil het ook beleven, ik wil het ervaren, ik wil het beleven. En dat is waar dit festival ook erg over gaat. We hebben het de Zandbak genoemd. Beleef de Zandbak. Omdat we echt wilden insteken op ervarend leren. En ook leren doordat je het leuk vindt om te leren. En dan kom je natuurlijk al snel op spelend leren. Dus de associatie met de Zandbak werd snel gemaakt van ons uit. Omdat de Zandbak van oorsprong, toen we allemaal nog kind waren, was dat de plek waar we op een hele leuke, fijne, ervarende manier aan het leren waren. Wat wij proberen neer te zetten met het festival is dat je daar naartoe komt om niet om verkooppraatjes aan te horen over wat er allemaal te doen is op het gebied van leren. Maar dat je beleeft en inhoudelijk beleeft wat professionals zoal te bieden hebben. Dus we hebben geprobeerd een programma samen te stellen waarin dat ook mogelijk is. Dat je als deelnemer in 3 verschillende rondes, 3 verschillende workshops kunt volgen. Waarin je echt beleeft en ook leert. De sfeer is de bedoeling dat het heel laagdrempelig wordt en echt een festivalsfeer. Hè? Dus denk aan de verschillende podia's met de acts en waar je, omdat jij het leuk vindt, ga je daar naartoe om te kijken en te ervaren en het allemaal mee te maken. Toch heeft het ook wel een hele inhoudelijke kant. Dus het is inhoud, zakelijk is het ook een interessante, want je ziet allemaal vakgenoten en collega's. Dus je hebt het echt wel over dingen. Maar inderdaad, in de sfeer zoals we hier nu zitten, lekker met een zonnetje erbij en ook een drankje in je hand. Op een hele fijne, gezellige, laagdrempelige manier. Dus wat is er nieuw op het gebied van leren? Op een hele leuke, laagdrempelige manier. En dan ook nog eens in contact zijn met collega's en andere vakgenoten.